Hallo jongens, meld je aan voor kanalen om meldingen te ontvangen wanneer het laatste nieuws beschikbaar is. Een nieuwe, controversiële app waarbij foto's van vrouwen digitaal gemanipuleerd worden waardoor de vrouwen naakt weergegeven worden, is door de makers offline gehaald. Door de overweldigende interesse was Depnude al snel gecrashed, en ondertussen heeft de ontwikkelaar de app gewoon offline gehaald. De kans dat mensen misbruik maken van de foto's is te groot, klinkt het. In een tweet vertellen de makers dat ze de impact van de app zwaar hebben onderschat. "Wij hadden nooit gedacht dat dit viraal zou gaan," klinkt het. Depnude kwam gisteren in het oog van de storm. De redactie van Vice News testte de app uit op verschillende foto's en kwam tot de conclusie dat plaatjes met een hoge resolutie de beste resultaten opleverden. Hoe minder de dame in kwestie draagt, hoe efficiënter de technologie werkt. Als er vreemde invalshoeken of lichtschakeringen mee gemoeid waren, ging de software de mist in. "Dit is een angstaanjagende evolutie," stelde Kat Elijn Boden als CEO van een organisatie die zich tegen wraakporno verzet. "Nu kan je dus als slachtoffer worden zonder zelf een naaktfoto te hebben. Deze technologie zou niet openlijk beschikbaar mogen zijn." Ook Danielle Citron, een rechtenprofessor aan de Universiteit van Maryland, ziet de toekomst met lede ogen tegemoet. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wees ze recent nog op het gevaar van deepfake, nepvideo's die amper te onderscheiden zijn van echte, en VDR. "Je seksuele privacy wordt zonder meer bedreigd. Je echte vagina is natuurlijk niet te zien, maar anderen zullen dat wel denken. Een slachtoffer van deepfake zei me ooit: 'Ik heb het gevoel dat duizenden mensen me naakt gezien hebben, dit lichaam voelt niet meer als het mijne aan.'" Voor het algoritme werden meer dan 10.000 naaktfoto's van vrouwen gebruikt. Om het geheel zo realistisch mogelijk te maken, spelen factoren als de borstgrootte, de hoek van de borsten, de tepels en de schaduwen een cruciale rol. De maker van de app, een man die zich enkel Alberto laat noemen, zag er aanvankelijk geen kwaad in. "Als kind raakte ik gefascineerd door het concept van een X-ray-bril, waardoor je los door kleren zou kunnen kijken, en VDR. 2 jaar geleden kreeg ik de basisprincipes van artificiële intelligentie onder de knie. Toen GAN en netwerken in staat bleken om een foto van dag naar nachtmodus om te zetten, dacht ik aan een volgende stap. Van gekleed naar naakt moest dan toch ook mogelijk zijn. De eerste testen zagen er alvast veelbelovend uit." "Ik ben geen voyeur, maar een technologiefanaat," benadrukte Alberto. "Ik ben continu bezig om het algoritme te verbeteren. Uiteindelijk wilde ik er ook wat aan verdienen, zo is Depnude dus ontstaan. Of mijn creatie kwaad kan doen. Wie zich enkele uren in Photoshop verdiept, kan hetzelfde resultaat bereiken. En de technologie is nu toch voorhanden. Als ik er niet mee op de proppen gekomen was, zou iemand anders het binnenkort wel gedaan hebben. Daar is hij inmiddels dus op moeten terugkomen."